Het nieuwe voetbalseizoen van ADO Den Haag gaat van start in Wateringen op zoek bij eerste klasse Velo. ADO Den Haag dat met Darijer Kalasic een nieuwe trainer in huis heeft. De 53-jarige Bosniër heeft een contract getekend voor 2 jaar. En was hiervoor actief bij Jong FC Utrecht. Gaat nu dus aan de slag bij ADO Den Haag. Dat voor vorig seizoen niet in slaagde om promotie naar de Eredivisie af te dwingen. Dit jaar dus een nieuwe kans. Maar dat wel met een hele jonge ploeg. Een jonge ploeg die vroeg in de wedstrijd na 16 minuten toch op voorsprong komt. Een bijzonder eigen doelpunt van El Amrani. Betekent dat ADO Den Haag op een 0-1 voorsprong komt te staan. Ja, wat El Amrani precies dacht, dat is niet helemaal duidelijk. Het is een prima doelpunt, alleen aan de verkeerde kant. Als je het vanuit zijn perspectief bekijkt natuurlijk. ADO Den Haag speelt geen flitsende wedstrijd. Maar heeft wel beter van het spel, ook met deze struik. En die maakte 0-2. Populair in Indonesië nadat hij zijn debuut maakte voor de nationale ploeg. Meer dan 500.000 volgers op Instagram. En nu dus ook trefzeker voor ADO Den Haag. 0-2 dus in de tweede helft. Een elftal wijzigingen bij ADO. Maar dat deert de ploeg niet, want het wordt nog 3-0 ook bij Larbi. Velo heeft weinig in te brengen in deze wedstrijd. En dat was natuurlijk op voorhand wel te verwachten. Het niveauverschil is toch behoorlijk. In 2 minuten over tijd komt er nog een slottekort voor iemand die afgelopen week zo'n contract heeft verlengd tot 2025. Kolmanovic maakte 0-4. Het is het slottekort van een wedstrijd tussen Velo en ADO Den Haag die dus gaat eindigen in 0-4. Een prima start van voorbereiding. Voor ADO Den Haag, 0-4 dus tegen Velo.